Goedenavond, Femke. Stel jezelf eens kort voor. Ik ben Femke Broeren. Ik kom uit Nederland. Ik woon sinds mijn 11e in België. Dus in Limburg, België. Ik heb twee schatten van kinderen. Twee jongens. Eentje van 9 en eentje van 13. Dus je hebt twee kinderen, 9 en 13. De puberteit komt eraan? Ja, maar een hele lieve puber. Ze zijn heel zorgzaam. Ze helpen mij dagelijks in het leven. Ik mag er niks kwaads van zeggen. Het zijn geweldige kinderen. Hoe stonden ze tegenover jouw deelname aan Mrs. Glamour? Heel enthousiast. Nog steeds, ze hopen natuurlijk dat mama wint. Ze kijken daar heel fel naar uit, naar de finale. Zelfs de oudste is de weken aan het tellen, dat de finale daar is. Ze maken ook heel veel reclame op school. Ze zijn heel fier dat mama meedoet. Ik hoor ook alleen van de klasgenootjes en van de juffrouwen allemaal positieve reacties. Dus ik ben heel blij om mee te mogen doen. Wat is de reden dat je hebt deelgenomen? Is dat puur omwille van de kinderen of is het ooit voor jezelf? Alles in het geheel. Mijn zelfzekerheid is de afgelopen jaren een beetje naar beneden gegaan. Dus om het terug op te krikken heb ik het natuurlijk ook wel een beetje gedaan. Maar ja, natuurlijk ook wel de fierheid en de trotsheid. Ik wens je alvast een fantastische campagne toe en in juni een slotshow om u tegen te zeggen. Dankjewel.